Goedemorgen. Het is nu 6:30. Hoogste tijd om op te staan. Het heeft heel hard geregend vannacht. We gaan zien. Hoogste tijd. Dag 3 van de trekking. Heb je gewassen, Laura? Ja. Wordt het ontbijt alweer klaargemaakt? Pancakes. Met? Chocola. Hallo. Mama, kan je me helpen? Dag mami. Oude motormuis. See you later. See you later. Bye bye. Final stretch. Citroen. Een ananas. Ananas. Ja, om bij het in de meer te komen moet je een entrance fee betalen. Volgens mij van 12.500 tjat. En kijk eens naar dit uitzicht, jongens. En meiden. Maar het meer is nog niet te zien. Nog een koe en wagen. Hallo, Nederlanders. Gaat het goed? Dat is mama. En? Dit is mijn brommetje waar ik mee verder ga. Hey. Wat heb je, Laura? Zonder mama is het zo stil. Ik mis haar gelach. Hier is een mooie grote boom. Vanochtend ging het nog een klein stukje bergop. Maar de laatste pakweg 2 uur zijn we toch vooral aan het dalen. Dat vergt toch weer een andere spiergroep. Oeh. We komen steeds dichter bij het meer, gelukkig maar. Dat is het meer. Voelt dat? Oh, het is gewoon fijn. Tjing tjing. Goed gedaan hoor. Zo, wel verdiend. Wat gaan we nu weer eten? Lekker fruit. Heerlijk. Nou, dit is het daar van Chinese peer die onze kok gemaakt heeft. Zou Elora echt heel blij zijn. Dit is weer een stevige lunch voordat we op de boot gaan. Nou, het laatste stukje loopt Adeline ook weer mee, gelukkig. Ja.
Dit gevoel is zo fijn. Echt gewoon van, we hebben het gehad. We hoeven niks meer te doen. We zijn gewoon straks in een lekker hotel te chillen. Hey Lotje. Hi. Aan het slingeren. Iets zegt mij dat we er zijn. We hebben blijkbaar een hotel uitgezocht wat verder weg. Ja, ja. Maybe here. Somewhere. Nou, deze meneer gaat ons voor 8000 tjat naar het hotel brengen, hoop ik. Hoop je? Het is weer een avontuur. Denk je dat dit het is? Ik denk het wel, maar ik heb nog geen foto gezien ofzo. Henglaba. Henglaba. De douche. Apart van de wastafel en het toilet. Een groot bed. Echt? En een klein bed. Wauw, prachtig hoor. Hè?